skip wel vaak leuke dingen. Zoals ik ga niet vaak naar de bioscoop of ik koop niet elke maand nieuwe kleren. Studenten gaan er in 2019 met minimaal 2% op achteruit. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van de jongerenorganisatie van het CDA. Ik praat erover met HBO-student Social Work Angelique Twikker. Hoe lukt het haar om rond te komen als student? Voornamelijk door het feit dat ik maximaal leen. En ik zou eigenlijk ook niet weten hoe ik zonder een maximaal leenbedrag rond zou moeten komen. Maar ben je dan niet bang dat je over zoveel jaar heel veel in de schulden zit? Ja, ik ben er wel bang voor, maar ik wil ook degelijk nog leuke dingen kunnen doen. En ik hoop gewoon dat ik straks een goede baan vind en snel kan terugbetalen. En heb je ook ooit problemen gehad met geld? Dat je niet rond kan komen als student? Maar ik heb wel eens gehad dat ik een enorme tandartsrekening had en dat ik ineens niet meer brood voor mezelf kon kopen. En dan zit ik nog niet eens op kamers. Heb je wel eens gedacht, nou, ik stop wel met studeren, want het kost me gewoon te veel geld? Ja, sowieso. Ik krijg niet zo heel veel steun van mijn ouders financieel. Dus ik moet het echt allemaal zelf doen. En ik heb wel inderdaad wel eens gedacht, voornamelijk elke keer nadat ik mijn boeken bestelde, van nou, misschien mbo toch wel wat makkelijker en iets minder stress, want dan krijg je de boeken gewoon gratis en het collegegeld ook. En ben je ook bang dat volgend jaar je nog minder te besteden hebt, omdat studenten dus achteruit gaan? Ja, ik ben daar wel bang voor. Ook omdat ik minder wil gaan lenen. En dan ga je wel even 3 keer nadenken of dat nog wel echt kan en of je wel gaat rondkomen binnen een maand. Daar moet je wel goed over nadenken.